Dus we zitten hier in de Bult, in de kroeg De Griffel, met Rob en Rick van Martier. Dat is een, ja, al een wat oudere band. Maar kunnen jullie even kort even vertellen iets over de geschiedenis van de band en ja, ook hoe het uiteindelijk weer tot een reunie is gekomen? Ja, natuurlijk. Dat kan ik heel goed, Rob, dankjewel. Ja, hoe is de band tot stand gekomen? De band is tot stand gekomen in 1982, want je zei het al, oudere band. Nou, dat klopt. We zijn in 1982 begonnen. Ik, Marcel Heesakkers, ik ben zelf speelgitaar, Marcel Heesakkers gitaar. Nooit rood zien worden. En Twan van der Linden op bas. En we hadden destijds nog een andere drummer. En, maar goed, die is inmiddels vervangen door Wilfried Broekman op drums. En Rob van Haren, die naast me zit, op zang. Hallo mensen. En goed, in 1983 of zo hebben we onze eerste demo opgenomen. En we merkten al heel snel dat de stijl die wij wilden spelen, dat we die echt wilden laten afwijken van de Nederlandse bands die er op dat moment waren. Dat resulteerde in de tweede demo, die heette Metal Torch. Toen begon het eigenlijk echt te lopen met die band, want die demo die verkocht, nou, wat was het, meer dan 1000 stuks of zo. Wereldwijd. En op basis van die demo werden we door de aartsgroep gekozen als meest belovende band. Je moet ook even bedenken dat we gemiddeld 17 waren of zo, 16, 17 jaar, dus ook nog erg jong. Dus dat betekent dat we nu ook nog niet zo heel oud zijn trouwens. Hè? Ik vind me wel oud. Rob wel. Moe en versleten. En, maar goed, die demo die viel dan op door de aardschok. En op basis van die demo kregen we een contract bij Megaton Records. Dat is een platenlabel wat bij Boudisk hoort, de platenzaak in Amsterdam. En ja, goed, zo is eigenlijk de band destijds gaan lopen, tot stand gekomen. Twee LP's uitgebracht, tot en met 1987. Het tweede album heette Darkness at Time's Edge. En ja, toen zijn we gestopt voor een hele lange tijd. Tot 2001. En toen hebben we een reunie gedaan voor de Heavy Metal Maniacs. Eenmalig eigenlijk. Maar het bleek toch wel dat we toch wel steeds vaker gevraagd werden voor reunieshows. En met name vanuit Duitsland kwam dat heel vaak binnen. En in 2005 hebben we Keep It True gedaan. En die LP's opnieuw uitgebracht in Duitsland. En vanaf die tijd denderde de trein weer helemaal door. Tot aan nu. Dus dat is een beetje de geschiedenis van de band. Nou, wat was eigenlijk de reden dat jullie toen de tijd gestopt waren? Ja, dat ken jij beter. Jij kent veel beter lul als ik. Dan doe ik het. Ik heb heel plat accent, hè. En dan luister ik wel eens interviews terug en denk je, oh Jochie, doet er wat aan je accent, man. Maar dat ga ik er gewoon veel beter. Ja, maar wij komen uit uit Veendam, dus uit buurt van Groningen, dus wij praten ook allemaal plat, dus op zich is dat... Nou, je praat geen Fries volgens mij, dus ik denk... Ja, vooruit. Oké. Ja, we zijn in 1987 inderdaad gestopt. En de reden was, we hadden twee platen uit en het was de tijd dat de commerciële rock opkwam, hè. Weet je, Bon Jovi, Europe had een hit natuurlijk. Met de Final Countdown. Nou, wij waren een pure metalband. En het viel Polydor op dat we wel wat succes hadden met die albums die we uitbrachten. En die wilden ons wel graag hebben, maar wel als we een hitje gingen schrijven. Nou, dat konden we niet eigenlijk. We hebben wel geprobeerd en we zijn aan de demo geslagen. Niet zozeer voor een hitje, maar wel om te kijken of we met het nieuwe materiaal Polydor konden overtuigen met onze stijl. En dat werd daardoor wel iets gladder eigenlijk, die muziek. Dus een beetje, ja, wat meer in de hardrock sfeer dan in de metal sfeer waar we voorheen opereerden, zeg maar. En dat beviel onszelf niet. En uiteindelijk kwam die deal ook niet rond. En dat was eigenlijk ook het einde van de band op dat moment. Ja, de keuze was, we waren te jong om de keuze te maken toen de tijd. Nu zijn we een stuk ouder, dus we weten nou precies wat we willen en moeten doen. Wisten we toen niet. Ja, inderdaad, te naïef denk ik. Dus dat te luisteren naar een grote maatschappij die een speciale wensen hadden en daar je oren naar laten hangen. Nou, dat is iets wat we dus never en nooit meer zullen doen. We doen eigenlijk alleen maar wat we altijd zelf leuk vinden. Hebben we altijd gedaan.
Alleen op dat ene moment na eigenlijk. En dat heeft ons toen eigenlijk wel de kop gekost. Ja, dat is eigenlijk heel jammer als ik dat zo hoor. Want als je inderdaad je eigen koers had gevolgd, dan was de band misschien wel door blijven gaan. Ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Nee, dat ken je dat ook niet. Ja, deze comeback van nu, dat is natuurlijk misschien ook een soort wraakgevoel van vroeger natuurlijk. Weet je wel, we zijn nog steeds hongerig en we willen. Als je dat misschien toen niet had gehad, al die, had misschien nou helemaal niet meer bestaan. Ja, dat kan ook. Ik wil nou even een stap maken naar het heden. Jullie hebben onlangs de plaat Circle of Eight uitgebracht. Hoe is de cd ontvangen door de pers en door de media? Heel goed. Voordat we deze plaat uitbrachten, hebben we in 2009 ook nog een andere cd uitgebracht. Dat was eigenlijk een beetje de comeback op plaatgebied, om het zo maar te zeggen. Daarvoor speelden we al heel veel live festivals en tours, ook met Amerikaanse bands als Lizzie Borden en zo, door Europa. Maar in 2009 brachten we een cd uit, dat was een dubbelalbum. Dat heette Fear en For the Universe. Ja, dubbel Digitech, moet ik dan even zeggen, Rob. Ja, die zijn leuk. Oh man, die hebben we zoveel gehoord. Met die vorige plaat veel interviews gehad. En iedere keer die dubbel digipack van hem. Oh man, daar kwam je oren uit. En dan hebben we weer, hè, dubbel digipack. We zijn er ook trots op. Ja, natuurlijk. Maar dat was nog 2 jaar voordat inderdaad Circle of Hate uitkwam. Op basis daarvan hebben we dan ook weer heel veel gespeeld en weer getoerd met Vicious Rumors heel veel door Europa. En Flotsam en Jetsam hebben we toen mee gedaan en allerlei losse shows in binnen- en buitenland. En daarna waren we van plan om al vrij snel eigenlijk weer een nieuw album te maken, maar dan heavier dan onze Veer-album, zeg maar. En dus ja, maar dat Veer-album had ook een reden. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. We zouden eigenlijk die dubbel digipack, die zouden eigenlijk uitbrengen met 1 bonusnummer. Maar we waren aan het schrijven en het ging eigenlijk zo lekker dat er eigenlijk 5 werden. Dus dat eigenlijk een soort mini-cd erbij is gekomen. Wat je natuurlijk wel merkt is, we waren natuurlijk een hele tijd uit elkaar geweest. En om elkaar weer te vinden, ja, dat gaat er wel iets langer overheen. Dus Veer is geworden zoals het is. Circle of Eight zijn we een stuk verder mee. Dank u. Maar goed, we wilden dus een nieuwe plaat maken. Gewoon met dezelfde label als waar ook Veer op uit was gebracht. Rusty Cage Records. Dus we waren in het schrijfproces bezig, in het opnameproces. En midden in het opnameproces belde Rusty Cage ons op dat ze ermee stopten. Maar wij wisten wel, het materiaal wat we op dat moment al hadden, dat zo goed was, dat we zoiets hadden, we gaan gewoon door. We gaan eerst verder onze opnames afmaken. En dan zoeken we daarna een nieuw label. Dus dat hebben we gedaan. Al met al heeft deze cd wel 14 maanden geduurd, met het hele schrijven en opnemen erbij. Dat betekent niet dat we 14 maanden in de studio zaten, maar we waren heel veel live onderweg en zo. En op een gegeven moment ben ik, nadat we denk ik alle nummers wel opgenomen hadden en 3 nummers hadden gemixt, zijn we wat gaan labelshoppen en kwam ik uit bij Pure Steel Records in Duitsland. En die vonden het wel te gek, maar die vonden het iets meer modern dan de jaren 80 stijl die we voorheen natuurlijk hadden. Dus die verwees ons naar Metal Blade. En nu hebben wij natuurlijk al bij Metal Blade gezeten in 1986 met Metal Masker 6. Dus ik ben Metal Blade gaan contacteren en die herkennen ons natuurlijk nog. En Armin Steiner, dat is dan zeg maar de A&R manager in Duitsland. Ja, die was sowieso al fan van de band. Die had die LP's ook. En die vond het kicken dat we in ieder geval contact zochten. 3 nummers opgestuurd. En op basis van die 3 nummers heeft hij Brian Slagle van Metal Blade America overtuigd. Ja, zijn we getekend voor dit album. En in november uitgekomen. En nu doen we vrij veel promotie. Een paar shows gedaan in het buitenland. En vanaf maart zo'n beetje gaan we Nederland verder in. Ja, dat was een mooie korte samenvatting. Ja, dat is mooi. Wat me wel opviel, in elk geval bij Veer, vond ik zelf de nummers wat langzamer. En bij de nieuwe plaat hoor ik in elk geval bij verschillende nummers wel weer de snelheid weer terug. Ja. En dat is eigenlijk wat ik net zei.
Het was ons eerste product weer sinds jaren. En het schrijfproces dat is ook een leerproces. En we zijn natuurlijk heel veel on the road geweest. Heel veel geleerd, gezien, geroken, weten. Dus je gaat weer een beetje in de mood komen. Met Veren hadden we dat niet zo. Circle Eat is dat helemaal goed gekomen. Ja, wat betekent eigenlijk de titel Circle of Eat? Van waar die naam eigenlijk? Rob, daar kun jij wat over vertellen. Als tekst schrijven, onder andere. Nou ja, kijk, de teksten schrijven we sowieso allebei samen. We weten totaal niet waar het plaatje heen gaat als we beginnen te schrijven. Het ging in ieder geval, Circle of Eat ging over een moordenaar. Die eigenlijk zijn achtste slachtoffer zocht. Om het cirkeltje rond te krijgen. Simpel, hè? Zoiets, ja. Helemaal geen diepgang. Gewoon een verhaaltje. Moordenaar die zijn achtste slachtoffer zoekt. Om zijn voldoening te krijgen, laat maar zeggen. Circle of Eat was het eerste nummer wat we schreven. Voor Naveer, voor het nieuwe album eigenlijk. Inderdaad, wat erop zich klopt. Het gaat over een moordenaar die op zoek is naar zijn achtste slachtoffer. Om de cirkel rond te krijgen. En het nummer begint bij nummer 6. Zeg maar. Maar in principe gaan alle teksten op dit album over hetzelfde onderwerp. En dat zijn mensen in wanhoop, in problemen die niet meer zien zitten. Die van het padje af zijn geraakt. Dus serial killers, zoals in The Circle of Eight. Het is wel allemaal een probleem. Zoals. We hebben een nummer, dat was Scene of Hell. Dat was onderweg, toen hadden we in Athene gespeeld. Op de terugweg moesten we overstappen in München. Moesten we acht uur wachten of zo? Ja, zoiets. Nou, whatever. En het was net die ramp gebeurd in Japan. Die tsunami en zo. Dus we hadden kranten gekocht en we hebben daar eigenlijk het nummer Scene of Hell geschreven. Dat gaat eigenlijk dus over Japan. Tsunami. Dat zijn ook allemaal een beetje dagelijks onderwerpen. En we proberen geen boodschap uit te brengen. Het is zoals het is. Hartstikke leuk. Ja, ik had ook al ergens gelezen dat jullie dat nummer, dat er ook wat mensen van Vicious Rumors wat meespelen, dat klopt. Ja, dat klopt. Op Scene of Hell, waar Rob het net over heeft, daar zingt Brian Allen op mee. Van Vicious Rumors, de zanger van Vicious Rumors. En wij hebben natuurlijk heel veel gespeeld met ze. Hè, dus, hele goede vrienden geworden. Ja, het zijn goede vrienden geworden. Elke keer als ze in Europa zijn, doen we een aantal shows met ze. En we hebben ook een tour met ze gedaan. Ze slapen bij ons. Ja, ze slapen bij ons. Dat soort dingen. Zeker als ze een paar off-days hebben, weet je wel. Dat ze tussen shows een week niet spelen of zo. Dan komen ze naar Nederland en dan slapen ze bij ons of we gaan de kroeg in. En, dus op een gegeven moment, wij zaten natuurlijk midden in dat opnameproces. Eigenlijk een klein beetje al klaar. Dus we hadden de muziek opgenomen, de zang opgenomen, maar we hadden nog niet gemixt. En zij waren weer in Europa op tournee. We hadden weer een paar shows gedaan, dus ja, weet je, wij lieten wat materiaal horen, dat vonden ze helemaal te gek. Dus op een gegeven moment vonden wij het ook wel gaaf, omdat die vriendschap zo hecht is geworden, om op een paar nummers die gasten uit te nodigen. Dus we hebben Brian uitgenodigd om op Scene of Hell mee te zingen, dus dan is wat backing vocals en af en toe wat lied door Rob's lied zang heen en wat schreeuwen er doorheen en wat hij dan ook allemaal maar doet. En we hebben Kiyoshi Morgan uitgenodigd voor wat gitaarwerk op Afterlife en Steven op, hij heeft niet gebast, maar hij heeft wel backing vocals gedaan op Fake volgens mij. Hè? Ja, maar dus, hij staat er ook maar bij, hoor. Je moet hem ook wat laten. Dus inderdaad, die drie hebben op dit album meegespeeld. En ja, het is wel echt te gek. Ze vonden het ook waanzinnig goed. En dat is sowieso wat we merkten met de opnames van dit album. Dat op een gegeven moment, dat kom je verder, hè, met gedurende het opnameproces en het schrijfproces. En je gaat die nummers afmaken, rearrangeren, mixen en zo. Dan heb je echt het gevoel van, hé, hier staat echt wat te gebeuren. Hier komt echt wat uit. En dat hadden zij ook. Je merkt het ook aan de producer. Daar merkt dit ook aan. Die naarmate het proces verliep, hij werd steeds enthousiaster en steeds wilder. En op een gegeven moment belde hij me ook op. Hij zegt, we gaan dit niet meer afraffelen. We gaan hier echt een stukje werk van maken. Dus je hebt ook zijn hart en ziel eraan aan ingegeven, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is mooi om te horen. Het resultaat mag er volgens mij ook zijn.
Ik heb nogal via iTunes nogal wat, heel wat fragmenten doorgeluisterd. En we hebben een tijdje terug het nummer Afterlife ook in ons programma al uitgezonden. Dat, ja, toch een leuk nummer, vond ik. Ja. Moet ik nog wel me afvragen. Jullie zijn een tijdje uit geweest. Jullie zijn weer teruggekomen. Met een wat moderner geluid. Wat heeft jullie eigenlijk beïnvloed qua bands of qua muziek om dat nieuwe geluid te zoeken? We zijn gewoon, we hebben heel veel gespeeld met een hele hoop bands. En met, ja, en eigenlijk waren we van vroeger ook uit, waren we al een harde band. Zeker voor die tijd. Het zit wel in ons. En wat ik al zei, met Veer ja, kwam het er nog niet echt uit. Het was dan wat langzamer. Maar het is hoe ouder hoe gekker, laat maar zeggen. We hebben een hoop geleerd van On The Road. Een hele hoop. Van reacties en dergelijke ook. Dus ja, we zijn ervan gaan houden. Ja, ik denk als je hiernaar luistert, dat je inderdaad wel wat invloeden hoort van bijvoorbeeld een... niet dat het erop lijkt of zo, maar invloeden van de laatste Flotsam CD. Bijvoorbeeld. Die vinden wij allemaal helemaal te gek. En we hebben ook met Flotsam gespeeld natuurlijk. Hebben we 3 weken lang de Europa meegetrokken. En dan zie je ook wel hoe zo'n band acteert op het podium. Hoe zo'n band zich voorbereidt en dat soort dingen. Daar leer je zelf ook weer heel veel van als band. En ik denk dat daar ook wel wat invloeden meegenomen zijn. Maar ook invloeden van andere bands waarmee we gespeeld hebben. Maar ook waar we naar luisteren. Hè. Ik bedoel, je zegt dat het moderne klinkt. Er komt hier nog even een hond langs. Je zegt dat het moderne klinkt, dat is ook zo, maar wat wij wilden is, we zijn dus wel een reunie band zeg maar als het ware, maar we wilden het wel weer doorontwikkelen ten opzichte van wat we in de jaren 80 deden, maar ook niet meteen de roots verlogen of zo, want je schrijft toch zoals je denk ik bent opgevoed om het zo maar te zeggen in de metal, maar ja weet je, we zijn ook weer 20 jaar verder. Met nieuwe moderne technieken, andere speelstijlen. Het is ook, vond ik een hele mooie zin. We zijn een band uit de jaren 80 met de voeten in 2011. En dat is eigenlijk precies wat wij zijn. 2012. Hik. Nou, inderdaad wat je ook zegt. Ik heb inderdaad ook wat naar Veer geluisterd de laatste tijd. En wat mij toen ook opviel naar Veer The Universe. Dus hoor je die... Die toen wat nieuwere nummers. En, maar die gitaarlijnen deden mij hier en daar wel, ook nog wel wat denken aan het oudere werk. Ja. Is dat toen ook bewust gedaan of is het gewoon ja, je eigen stijl? Nou, ja, ik denk dat Veer de brug was tussen het oude naar het nieuwe tijdperk. Want we wisten eigenlijk met het maken van Veer al, maar hier gaan we vervolg aan geven. We gingen ook al vrij snel, nadat we het hadden uitgebracht, meteen weer nieuwe nummers maken. En we gingen al... Ja, niet vrij snel de studio in, maar we hadden wel die gedachten. Wel, weet je wel, van dit moeten we verder mee, dit moet ook weer beter. En we kunnen beter, we willen harder, we willen sneller. En, maar Veer was een beetje die brug tussen oud en nieuw. En dit is, natuurlijk zitten ook nog wel wat oudere invloeden in van de 80's. Zeker nummers zoals, nou ik denk Insensible Scream en zo. Die zijn misschien iets meer georiënteerd op het jaren 80 geluid en stijl. Maar het is wel weer een stap naar nu. Een grotere stap naar het huidige tijdperk, zeg maar. Ja, tot slot denk ik, wat ik zelf wel mooi vind, als ik bijvoorbeeld naar het tweede en derde nummer luisterde van Veer, dat deed mij dan weer wat denken aan Queen's ergens, qua zang. Ja, nee, maar dat... Ja, nou ja, goed. Ja, nee, dat misschien niet, maar... Het is wel, ik zal er niet om liegen dat ik een heel groot Queensrÿche fan ben. En wie eigenlijk niet, van de oude Queensrÿche, laat ik het zo zeggen. En ja, we hadden dat nummer gedaan en het is, ja, het is wat meer symfonischer ook, hè, laat maar zeggen. Maar dat hele album, dat Veer-album, dat springt sowieso van symfonisch naar heel traag. En eigenlijk ook niet echt... Echt, ja, hoe moet ik het zeggen? Er was een keer een review die zei van dat album dat de jongens niet wisten wat we nou eigenlijk wouden voor stijl. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Het zijn allemaal verschillende stijlen door elkaar heen. Blijf je van mijn bier af? Oh nee, de mijne is al op. Eikel. Ik drink zo mijn bier op.
Nee, maar dat is het. Het is wat minder stijlvast, die veer. En ja, het zal er niet om liegen dat in dat Different Kind of Rain een Queensrijch-achtig dingetje is. Dankjewel voor het compliment. Graag gedaan. Even hier. Ja, volgens mij zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van het interview. Ja, nog één vraag aan jullie. Is er iets wat jullie graag zelf de luisteraars mee willen delen? Ja, nou ja, goed. We zijn natuurlijk al dit jaar, in 2012, 30 jaar Maarten aan het vieren in Nederland. Nou, we zijn wel 17 jaar gestopt in de tussentijd, maar dat vergeten maar even. Dus we gaan er dit jaar sowieso, denk ik, wat dat betreft een heel leuk jaar van maken. Omdat ook wel onder het... het heugelijke feit te delen met de fans. Nou, dat zal wel in het midden van het land gebeuren. We gaan iets nu in Tivoli organiseren daarvoor. Maar ik bedoel, 30 jaar Maarten. En nog steeds worden we gevraagd voor interviews zoals bij jullie, optredens hier en daar. En wordt het album verkocht en zo. Dus ja, goed, dat is wel allemaal te danken aan de mensen die ook naar jullie programma luisteren. En mensen zoals jullie natuurlijk ook. Die de moeite nemen om toch geïnteresseerd te blijven. Dus ik wil eigenlijk gewoon iedereen bedanken voor alle support. Ja. Al die jaren, in de jaren 80, in de jaren 2000, in de jaren 2010, 11, 12. Dus hopelijk ook dit jaar. En ik zou zeggen, draai wat van het album en ga naar de winkel allemaal om hem te halen. Rob, heb jij nog wat te zeggen? Of bij de Weekamp. Of bij de Weekamp, daar is hij ook te koop. En dan kun je hem ook op afbetaling krijgen. Ja, hartstikke bedankt. Zullen we zeker wat van draaien? Ja, hartstikke bedankt.